Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ga vandaag met Elmer's Clear Glue Halloween slijm maken. We hebben deze lijm gekregen van de Elmer's Shop. En waarom ik deze gebruik is omdat er hier Magical Liquid bij zit. En die Magical Liquid daarmee, dat is eigenlijk de activator voor dit. En het gaat mij namelijk niet zozeer om het slijm maken, maar om het idee. Ik ga namelijk deze Googly Eyes gebruiken om een soort slijmmonstertje te maken. Dus het is niet zo erg als het plakt, het slijm. Het gaat er nu gewoon om dat we iets cools laten zien. Nou, ik heb hier die oogjes. En het eerste wat wij gaan doen is de voorbereiding. En daarna gaan we het slijm maken en het allemaal bij elkaar doen. Zo, in dit geval is de voorbereiding dat we eerst beginnen met het slijm maken. En dat komt omdat dit slijm dat we hier hebben, het eventjes moet rusten. En dan is het best wel handig om tijdens het rusten de oogjes te gaan maken. Dus ik ga nu gewoon beginnen met dit. En dan gaan wij daarna, terwijl het rust, gaan wij de oogjes in elkaar zetten. Want wat ik namelijk ga doen, ik ga allemaal googly eyes op elkaar plakken. En die ga ik dan door het slijm heen doen. Waardoor je dus een soort monster, oogjesmonster krijgt. Dat ziet er heel leuk uit. En de inspiratie heb ik een beetje van Monsters vs. Aliens. Daarom maak ik hem ook blauw. Omdat je Bob in Monsters vs. Aliens hebt. Die blauw is. Het enige wat een beetje moeilijk hiervan is. Is dat ik niet te veel blauw wil hebben. Dus ik doe een beetje een druppeltje hierop. Het moet nou niet zo blauw worden dat je de oogjes niet meer kan zien. Het moet een heel, heel licht blauw worden. Kijk, dit is oké. En je zag het, het was een heel klein beetje wat ik maar gedaan had. En nu al wordt het zo heftig. Nou, en de reden dat ik ook dus geen ondergrondje hier heb, is omdat het anders niet zo goed zichtbaar was. Dus we hebben nu een heel mooi, transparant blauw slijm gemaakt. Gaan we nu beetje voor beetje de Magical Liquid toevoegen. Het handige hieraan vind ik dat de hoeveelheid Magical Liquid is helemaal afgestemd op de hoeveelheid lijm. Dus dit is de juiste hoeveelheid. Ja, ik ga dit gewoon even doormengen en mixen en zo. En terwijl ik dat meng, dan zet ik even de camera uit. Want zoals ik al zei, dit heb ik al in andere video's gedaan. En dan kan je die even terugkijken als je wilt. Om te zien hoe het gemaakt moet worden. Zoals je kan zien is het al echt slijm aan het worden. Ik ga dit slijm nu eventjes laten rusten. Het moet een paar minuutjes rusten. En in plaats van dat ik dan niks doe, ga ik deze tijd gebruiken om deze googly eyes, die maakt niet uit wat voor googly eyes je koopt, om deze googly eyes voor te bereiden voor het slijm. En afhankelijk van de hoeveelheid slijm kan je grotere of kleinere gebruiken. Ik ga even de kleintjes gebruiken, want dat vind ik wel heel erg grappig. En het idee ervan is, even kijken hoe maak ik ze open zodat ik er niet te veel schade aan breng. Het idee hiervan is, ik heb er nu één uit. Ze zijn heel gehecht aan hun plekje. Zo, misschien gaat het nu beter. Ja, kijk. Zo, de laatste wil ik er nog uit hebben. Nou, dan blijft er daar eentje in zitten, dus niet zo erg. Wat ik nu ga doen, is het zijn googly eyes, die kan je plakken. En ik heb natuurlijk weer bedacht dat ik die kleintjes ga nemen. En dat maakt het extra makkelijk voor mij. Not. Dat maakt het extra lastig. Zo. Oh, die moet ik natuurlijk wel onder de camera doen. Kijk, hier aan de achterkant zit een plakrandje. En wat je dan moet doen, zo. Eens kijken, misschien gaat het met de schaar makkelijker. Is het plakrandje eraf halen. Zo. En als je dat plakrandje er dan af krijgt, ja. Het gebeurt niet helemaal onder de camera, sorry daarvoor, maar dit gedeelte wel.
is als je ze dan zeg maar zo kunt zien. Ja, zo kan je het zien. Als je het dan op elkaar plakt, dan heb je aan twee kanten een oogje. Nou, dat hoeft niet per se, maar als je dit oogje op deze manier dan in je slijm gooit, dan maakt het niet uit op welke manier je er naar kijkt, dan zie je altijd een oogje. En dat is natuurlijk wat leuker dan als je het gewoon zo erin zou gooien, want dan kan je tegen de achterkant aankijken en dat ziet er niet zo leuk uit. Nou, wat ik nu ga doen is, ik ga allemaal van deze oogjes op elkaar plakken. Dat zal ik niet doen met de camera erbij, maar ik zal jullie wel het eindresultaat zo meteen laten zien. Ik heb er al aardig wat gedaan en ik ben er nu achter gekomen hoe ik het wat sneller kan doen. Als je een naald hebt of een scherpe punt, even kijken of ik het zo kan doen, dan kan je die erop zetten en dan kan je hem zo trekken en dan krijg je een soort velletje, komt dan wat makkelijker los. Het is een stuk makkelijker als je het niet zo voor de camera hoeft te doen. Maar door het op deze manier te doen, nou ja, je kan het wel zien. Zie je, dan krijg je dat stickertje er dus zo veel makkelijker, leg ik even daar neer, en sneller eraf dan wanneer je het heel netjes en secuur probeert te doen. Dus door gewoon zeg maar zo, kijk, die is al los, zo te trekken en te krassen, krijg je hem, kijk, waar is hij nou? Hier. Krijg je hem veel sneller los. En dan kan je ze zo op elkaar plakken. Nou, dat even tussendoor. Meestal kom je pas richting het einde erachter hoe je dit heel snel kan doen. Nou, en dat ben ik nu dus. En als jullie dat dan in het begin al meteen weten, scheelt het je heel veel tijd en werk. Want om nou te zeggen dat dit ontzettend leuk is, nee. Is het vervelend? Nee. Maar ja, alles wat je kan doen om het sneller te laten gaan, helpt natuurlijk. Nou, ik ga deze laatste paar nog doen en dan kom ik zo terug. Het slijm heeft een paar minuutjes gestaan. Je moet het er eigenlijk even zo uithalen en dan even lekker met je handen kneden. Het is nog best een beetje plakkerig, maar dat is voor dit wat wij hier aan het doen zijn, is dat helemaal niet erg. Want dan vallen de oogjes er niet uit. Het leukste is het om het straks misschien op een bordje of zo te leggen. Ik heb hier hier deze container. Nou ja, het slijm. Wat kennen jullie? Dat is lekker rekbaar en goed plakkerig. En dat werkt goed. En nu moeten deze oogjes erbij. Nee, dat is heel makkelijk. Kijk, dat zijn de oogjes. Die heb ik er nu in zitten. En dan mix je ze zo er doorheen. En eigenlijk moet je het een of twee dagen laten staan. En weet je wat is, als ik het zo zie, dan denk ik dat het eigenlijk wel leuk is als ik er nog een paar extra bij doe. Dit is misschien toch niet genoeg. Dus ik ga ook wat middelgrote, ja, ik ga ook een iets groter formaatje ook nog erbij doen. En als ik die er doorheen heb gedaan, kom ik weer terug. Zo, ik heb nog een lading oogjes af. Je kan zien dat deze een stapje groter is. Ook die ga ik hiermee mengen. Dus dan moet je dit er weer uithalen. Het leuke ervan is, als je dit dus een paar dagen laat staan, dan wordt het slijm weer helemaal doorzichtig. En je kan er nu al een beetje zien. Zo. Kijk. Googly eyes. Nu ziet het er... Nu ziet het er zo uit. Maar op een gegeven moment, als het er doorheen gemixt is en zo, oh, het slijmt helemaal naar beneden, dan zal je merken en dan zal je gaan zien. En misschien moet je zelfs dan nog minder kleurstof gebruiken, zodat het wat duidelijker is. Maar vooral in het begin, zoals het nu is, is het wat lastiger om te zien. Maar kijk, je kan het hier al zien. De oogjes er doorheen. En je kan natuurlijk gewoon nog meer oogjes erin doen, hè, voor een beter effect. Oeh, die hebben we losgelaten, dat is jammer. Daar is de andere helft. Maar kijk, als je die oogjes erin hebt zitten, dan zie je elke keer die oogjes. En dat is dus wel heel erg grappig. Halloween slijm. Het mag dus, als je ziet, wat plakkeriger zijn. Dat is in dit geval alleen maar prettig. Omdat je dan... dan vallen je oogjes niet de hele tijd eruit. En als je het dan zo open trekt,
zie je allemaal oogjes erin zitten. Nou, en ik had het dus aan elkaar gezet, omdat ik dus niet wilde dat dit ging gebeuren. Dat je dus tegen de achterkant van dat aan ging kijken. Nou ja, als het niet goed genoeg plakt, nou ja, dat is dan in mijn geval een beetje pech hebben, zoals we dan zeggen. Jammer joh. Maar dit is dus het slijm wat ik wilde maken. Halloween slijm met oogjes erin. En dat maakt het dus heel erg grappig. Nee, misschien had ik het wat langer moeten laten drogen, die oogjes op elkaar. Ik weet het niet. Ik vind hem wel leuk. En misschien laat ik hem over een paar dagen nog zien. Als hij hier lekker in heeft kunnen relaxen en tot rust kunnen komen. Deze is ook heel mooi, dit ding. Want die is luchtdicht. Dan zakt het lekker naar beneden. En dan kunnen we de oogjes misschien zelfs nog beter zien. Dat doen we voor een vervolgvideo. Hier zie je ze een beetje. Dit was mijn Halloween slijm. Ik hoop dat je hem cool vond en leuk vond. Hij mag dus wat plakkeriger zijn. Gebruik wel transparante lijm. Dat is wel belangrijk. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. Druk op dat belletje zodat je notificaties krijgt als ik weer online ben. En tot de volgende keer. Doei doei!